Nou, welkom allemaal. We gaan vandaag weer fijn bijbellezen. We zijn vorige keer... bijbellezen met Jurk en Michael. En we zijn vorige keer gebleven bij vers 19 van het 8e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel. En we gaan er nu oppakken. En voor de continuïteit gaan we dan beginnen bij vers 17 zo dadelijk. Maar voordat we van start gaan, even het kort woord, een welkomswoord voor Jurk en Michael. Goedenavond allebei. Goedenavond, Perry. En omdat je mijn naam eerst genoemd hebt, dan begin ik ook maar eerst te spreken. Michael zal wel direct na mij ook nog goedenavond willen zeggen. Ik ben blij dat Michael dan toch nog dabei is kunnen komen, want daar waren een beetje miscommunicatie, waardoor hij ons eventueel zou gemist hebben. En dat zou spijtig geweest zijn, want deze Bijbelstudie is wel heel leuk als we ze met z'n allen drieën doen, vind ik tenminste het best. Ook al hadden we het eigenlijk alleen maar bij twee gepland. Af en toe moet dat of kan dat ook niet anders, als dat men dat met z'n tweeën doet, maar uiteindelijk vind ik deze kleine verzameling van drie, zoals Jezus Christus gezegd heeft, waar twee of drie zijn verzameld in mijn naam, in hun midst zal ik zijn, vind ik ook de drie eigenlijk altijd leuker als de twee. In het Oude Testament staat al beschreven, alles zal geëtableerd worden bij de aanwezigheid van twee of drie getuigen. En ik vind, ben dan altijd meer voor die drie als voor de twee. Ja? Ja. Goed, dat zover hiertoe. Verder wil ik in feite alleen maar zeggen, ik ben blij dat we terug verder doen met deze Bijbelstudie. En ik moet ook zeggen, Perry, ik heb de laatste tijd, doordat ik urenlang in een taxi zit, niet omdat ik zo rijk ben en daarmee overal rondrijd, maar omdat ik zo arm ben en daarmee overal mee moet rondrijden, in de tussenwachttijd op verschillende apparaten, zoals mijn telefoon en een mp3-speler, die Michael met heel veel liefde mee gestuurd heeft, maar die liefde heeft die mp3-speler niet beantwoord, die is dan redelijk rap kapot gegaan, heb ik toch veel van jouw uitzendingen gehoord. En ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van jouw beschouwingen en jouw nieuws en al die dingen. Mm-hmm. En ik vind het ook altijd leuk als we dan ook die dingen die je daarin bespreekt, hier eens een keer een beetje zou laten invloeien in deze Bijbelstudie. Dat we dus met andere woorden deze Bijbelstudie een beetje modern maken in dat opzicht dat we proberen ook alles wat hier van meer dan 5000 jaar geleden geschreven geweest is of over meer dan 5000 jaar geleden geschreven geweest is, dat we dat ook transporteren naar de hedendaagse tijd. Mm-hmm. Dat is namelijk iets waar veel mensen problemen mee hebben. Ja. Veel mensen denken, de Bijbel is een ouderwets boek. De Bijbel, dat is zo lang geleden geschreven en dat is sowieso een fabelboek, dan nog iets anders. Er zijn ook mensen, die denken, dat zijn alleen maar fabels Märchen, wat is dat in Vlaams? Fairy Tales, Sprookjes, ja, Sprookjesverhalen, dank je. Af en toe kom ik op de simpelste woorden, niet? En we willen de mensen graag bewijzen dat dat niet zo is, maar dat in de Bijbel in feite de antwoorden op alles staat. Dat is het boek der boeken. Ja? Daar staat een antwoord op elke vraag daarin. Ook op die vragen die ons vandaag de dag in ons leven gaan door het hoofd gaan. Zoals bijvoorbeeld, is de globale verwarming waar? Of is ze niet waar? En daar heb ik heel veel interessante zendingen over gemaakt. Ik heb ze nog niet allemaal gehoord, maar een deel wel. En ik wil ook niet zoveel tijd in beslag nemen, maar ik wou dat eventjes een keer ter inleiding zeggen, dat het interessante aan deze Bijbelstudie, die we met z'n drieën maken, dat interessante hierbij is, dat we dat ook spiegelen aan de dag van vandaag, die wij hebben. Ja? En ja, goed, dan wil ik nu Michael eens een keer aan het woord laten, en dan kunnen we straks in vers 17 verder gaan. Ja, geweldig. Ja, hoi Michael. Ja. Hallo Jörg, dag Perry. Oh, goedenavond, het is nu avond nu, het is de heilige avond. Maar ik heb geen last van kerstmis. Ik ook niet. En ik denk dat heel veel mensen vanavond zijn daar in de foute geloofnis van Jezus Christus. En die denken dat vanavond is... die heilige avond waar Jezus geboren was in Bethlehem 2019 jaren vorher. en dus denk ik dat is een heel fijne moment om de Bijbel te lezen. Ja. Ja. Ik was vandaag op mijn werk en toen zei ik, ik doe niks aan kerst, want ik ben een christen. Dat hebben ze je aangekeken alsof we twee hoofden hebben, zeker. Ja, er staat niet in de Bijbel dat je kerstmis moet vieren. En de rest heb ik het niet over gehad. Maar even voor de mensen die hier naar luisteren. Er staat in de Bijbel dat bij de geboorte van onze Heer, dat de herders in het veld sliepen met hun kudde.
En dat is niet echt gebruikelijk als het de winterzonnestilstand is. En dat inluidt dat het begin van de winter eraan komt. En er zijn nog zoveel andere redenen. In de Bijbel staat even goed geschreven dat Jozef en Maria op weg waren naar Bethlehem om willen naar een volkstelling te gaan. Ja. Ja, een volkstelling houden je in het diepste van de winter of wat? Ja, natuurlijk. En die waren 2000 jaar geleden ook niet op hun kop gevallen. Ne? Ja. Maar de belangrijkste reden waarom dat Jezus Christus zeker absoluut nooit niet op de 25e december, dus in het hartje winter eigenlijk, had kunnen geboren zijn. De absolute onomstotbare bewijs is beschreven in Daniel kapitel 9, versen 4 tot 27. De vervulling van de 70ste week van Daniels profetie. Ja. Jezus Christus is de absolute, complete vervulling van deze profetie. En daar staat het duidelijk in geschreven. En als we dan toch eventjes zo ver zijn op zo'n belangrijk onderwerp, dan moeten we Noah eventjes een keer opzij laten, sorry. Ja. Dan ga ik eens eventjes naar het boek van Daniel. En dan ga ik dat eens open doen op kapitel nummer 9. Eventjes hier naar beneden scrollen. Die Bijbel is zo groot, maar is dan niet zo rap. Daniel kapitel 9, en daar gaat het over de verse 4 tot 27. Daar staat namelijk duidelijk geschreven dat de artsengel Gabriel tegen Daniel in de Babylonische gevangenschap zegt: 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall even in troublous times. Also sagt, dus zegt hem hier, sorry, dat was dat. Dus zegt hem hier, hiervoor versta dat van het voortgaan van het bevel om Jeruzalem terug op te bouwen. Ja. En Messias, de prins, zal het 7 weken en 62 weken zijn. Ja? Want 3 score is een oude Engelse benaming voor 20. Ja, dat wordt vandaag de dag weinig gebruikt, maar er zijn nog zo van die oude, ik meen dat nu echt zonder te lachen, hè? Van die oude liedjes van de tijd van de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, waar ze ook spreken over 3 scores and scores away. Hè? Dat is eigenlijk een oud Engels term voor 20. Dus 3 score, als er 20 is, dan is dat 3, 20 en 2 weken, dat zijn 62. Daarvoor 7 weken maakt 69 weken. En dan staat in vers 26, en after 62 weeks shall Messiah be cut off. Dus na die 69 weken zal hij afgesneden worden, maar niet voor zichzelf. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. En dan komt vers 27, en dat is die absolute zekerheid dat we hebben dat Jezus Christus niet op 25 december geboren was. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ja, dus we spreken hierover. Hij zal de bond confirmeren, bevestigen met velen voor 1 week. Ja, 1 week in de profetie. Ja, we spreken hierover 7 dagen en een dag voor een jaar. Dus 7 jaren. Ja. En dan staat er: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Dus, wij weten van vers 26 al dat hem afgesneden zal worden, maar niet voor zichzelf. Nou ja, want Jezus is niet voor zichzelf gestorven, want hij is voor ons gestorven. En in the midst of the week, dus in het midden van de week, zal hij de offers en de brandoffers en de zoenoffers laten ophoren te existeren. Ja, zo ongeveer kan men dat denk ik in Vlaams zeggen. Hè? Maar als Jezus Christus aan het kruis zijn geest opgegeven heeft, op datzelfde ogenblik staat geschreven in 2 evangelies, in 2 evangelien, dat de voorhang in de tempel, die het heiligste van het allerheiligste afscheidde, van boven naar beneden en midden doorgescheurd was en dus het allerheiligste blootgegeven heeft. Wat een teken is van, hier kunnen geen offers meer plaatsvinden. Ja. Ja? Dus we weten, we spreken over 1 week, 7 dagen, 7 jaar. En in de midst van de week zal hij dus sterven. Om het een keer heel duidelijk te gaan zeggen. Ja. Wat is dan de helft van 7 jaar?
3,5 jaar. 3,5 jaar. Dus Jezus Christus begon zijn ministerie als hij 30 jaar oud was, met gedoopt te worden door Johannes de Doper in de rivier Jordaan. Mm-hmm. Dat was hem 30. Waarom weten we dat? Omdat we later, als we de Bijbelstudie ooit een keer verder gaan doen en ik niet zoveel tussenbabbel, wij daartoe komen dat in het boek van Leviticus, dus het boek van de priesters van Israël, vastgeschreven staat dat iemand zijn ministerie als priester kan pas beginnen als een 30 jaar is. Ja. En omwille van dat Jezus Christus onder de wet geboren was, ja, in de tijd van Mozes wet, moesten zich natuurlijk ook aan dat wet houden. Hij kan niet zeggen van, oh, ja, ik ben 15 en ik begin daar nu aan. Nee. Daarom zei hem ook verschillende keren, mijn tijd is nog niet gekomen. Ja. Dus zijn tijd was gekomen als hij 30 was, dan heeft hij zich laten dopen. Dan is hij direct daarna in de woestijn gegaan, door de duivel verzocht en alles erop en eraan. En dan heeft hij 3,5 jaar in vlees, ja, als mens van vlees en bloed, zoals wij zijn, maar zonder zonde, zoals wij niet zijn, het evangelie verkondigd, is na die 3,5 jaar in het kruis gegaan, is voor onze zonde gestorven, en heeft daarna voor 3,5 jaar door middel van de Heilige Geest te sturen, via de apostels, zijn verkondiging van het hemelsrijk Gods op deze aarde verder verkondigd. Dan komen we op een punt waar ik nu niet al te veel wil ingaan. Dat heeft niks te doen met de steniging van Steven. Dat kan Michael misschien eens een keer uitleggen. Die kan zich een beetje voorbereiden. Wat ik nu zeg, kan daar misschien eens op inhaken. Wij hebben in het boek van de Apostel van Handelingen, in het boek van Handelingen vastgesteld, ik denk in kapitel 17, als ik mij niet vergis, een of andere vers. Ik denk vers 46, nagel mij daar nu niet op vast. Het was een heel intensieve studie die wij gedaan hebben, het hele boek van Handelingen door te nemen in Engels. Hebben we vastgesteld wanneer de 70ste week compleet door was. En dus het evangelie voor de allereerste keer naar de heiden ging. Want eerst was het daarvoor daar om Israël te redden. Dat staat ja hier ook zo in vers 24. 70 weken zijn vastgesteld voor jouw mensen en jouw heilige stad. Ja, dus dat was eerst en vooral om die mensen te redden. Ja, nu gaat het nog 70 weken goed. Daarna komt iets anders. Ja, dan komt de nieuwe Bond, dat Nieuwe Testament, zoals wij het noemen. Ja. Maar nu, den Punkt. Waarom ist Jesus dus zeker niet op 25 Dezember gestorven? Haha, nu kommt het. Iedereen weet dat Jesus Christus an het Kreuz gestorven is rond de tijd van tussen Anhangstages Passen. Ja, ja, zoals ze dat hier noemen. The Passover, dat feest dat teruggaat op Exodus. Waar we dan ook later nog een keer komen in deze Bijbelstudie, ooit, als we dan een keer komen en ik een beetje minder ga babbelen. Sorry, maar ik moet dat eens een keer zeggen. Ik vind dat heel belangrijk dat we dat besnappen. Zeker op een dag als, bij wijze van spreken, heilige avond, als Michael zegt, 24 december, als we dan een Bijbelstudie doen, kan ik niet anders als hier nog even de nadruk op te leggen. Als hij in het midden van de week zijn geest opgeeft en wij weten dat hij op zijn 30ste verjaardag begonnen is met zijn ministerie, en hij sterft in einde maart, begin april, ongeveer. We weten het Passoverfeest volgens de Joodse kalender heel goed zijn. Ja? Met de maanden, ik weet niet meer, Abib of Nissan of hoe dat ook noemt. En bla bla bla. De punt is gewoon, als hij daar sterft, dan is hij 33,5. Ne? Dus dan moet ik toch maar een half jaar terugrekenen om te weten waar zijn verjaardag is. En dan kan dat dus onmogelijk op 25 december zijn, maar dat kan eerder op 11 september geweest zijn. Hè? Ja. Een heel interessante datum. Hè? Ja. Of daaromtrent. Ons wordt in de Bijbel niet meegedeeld wanneer Jezus precies geboren is. Weet iemand waarom ons dat niet meegedeeld wordt? Ja, wij zouden geen verjaardag vieren. Hè? Precies, want verjaardag vieren komt in de Bijbel precies 2 keren voor. Ene keer tijdens de Israëlitische gevangenschap in Israël met Farao. En de andere keer met de provinciestadhouder van Judea in de tijd van Jezus aan het leven, Herodes. Daar wordt 2 keren dat woord verjaardag in de Bijbel genoemd. Voor de rest weten we van niemand niet wanneer hem verjaardag. We weten ook van die mensen niet een exacte dag, maar de vermelding dat verjaardag gevierd wordt, weten we alleen van die 2. En dat zijn uiteraard geen christenen. Want de farao met zijn
hart van steen. Ja, dat God heeft van zijn hart een steen gemaakt. En Herodes, die Jezus ja alhoewel dat hem geen reden daarvoor had gelegd, dat hem zelfs hij hem toch maar veroordeeld heeft tot een dood. Ja, die twee zijn heidenen, hè? Dus verjaardagen vieren is voor de heidenen. En natuurlijk wilde, wilde de God van de Bijbel niet dat wij verjaardagen vieren en ons bekendgeven wann precies Jezus geboren was. Maar hij geeft ons de Heilige Schrift. En de Heilige Schrift zegt ons heel duidelijk dat Jezus nooit op de nummer zou kunnen geboren geweest zijn. In december en zeker niet op 25 december, wat een zonaanbiddingsdag is. Dat teruggaat op Mithraïsme en op Babel, Nimrod en noem ze maar allemaal op. Ik heb al geen goesting ze allemaal op te noemen, want het zijn toch allemaal alle verschillende namen, maar het zijn toch allemaal in feite dezelfde die zich daarachter verstoppen. Want het gaat gewoon over de geboorte van de zonnegod. En Jezus Christus is geen zonnegod. Jezus Christus is God. Veel machtiger als de zon. Hij heeft de zon zelfs niet nodig. Want hij heeft de planten gecreëerd voor hij de zon in de hemel gezet heeft. Dus die hebben ander licht nodig om te groeien. Niet het licht van de zon. Want dat wäre een ander verhaal. Ja. Maar ik hoop dat zo, ik heb duidelijk kunnen maken met deze kleine of lange uitvlucht die ik hier gebruikt heb, om duidelijk te maken dat Jezus Christus nooit op te nemen in dat wat wij als kerstmis voorgeschoteld krijgen en vieren moeten van de antichrist, dat dat zijn geboortedag zou kunnen geweest zijn. Ik hoop dat dat duidelijk is. En misschien kan Michael nog eventjes ingaan op handeling. Ik weet niet of dat tijd had, dat eventjes na te kijken. Dat is ja een live-uitzending, zoals jullie weten. We bereiden hier niks niet voor. Wij laten ons van de Heilige Geest in deze studie gaan leiden. En misschien heeft Michael daar in de tussentijd iets kunnen gaan nakijken. Ja, ik wist niet dat het handelingen is op in de Statenvertaling. Dus war ik een beetje verrast. Ik dacht, dat was ook Apostles of Acts of zoiets. Nee, dat was Statenvertaling, is het handelingen. En het is handelingen kapitel 13, 46. Maar Paulus en Barabbas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot die hedenen. Okay, ik wil even de tekst erbij op het beeld. Welk hoofd? 13:46. Ja, dat wist ik. Ja, ik had 17:46 gezegd, dus ja, ik was maar een paar. 17 is 17:11, dat is in handelingen van de Bereurs. Daarom had ik 17 in mijn hoofd. Maar het is 13:46. Ja, kijk, als Perry aan het zoeken is, lees ik het zo lang in de King James Bijbel voor. Daar noemt het Handelingen 13 en dan 46. 46. Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Ja. En hier hebben we dus het einde van de 70ste week. Die is compleet vervuld. Dus je moet niet wachten op 7 jaar tribulatie, drangzaal, hoe dat ook in Vlaams gaat noemen, ik zal het niet weten. 7 jaar achtervolging, bla bla bla. Het bouwen van een derde tempel. Een antichrist die zich daarin zit en een contract met de Joden verbreekt. Pas op, dat gaat allemaal gebeuren, hè? Versta me niet verkeerd, dat gaat allemaal gebeuren, hè? Maar dat is de show van de antichrist. Dat is gewoon een show. En als je daarvoor valt, dan negeer je dat Jezus de Christus was. En dan zei hij in de spirit of in de geest van de antichrist. Ja. Heel, heel gevaarlijk onderwerp met dat we hier spelen. Hè? Daarom spelen we er ook niet mee. Maar we gaan jullie waarschuwen om de juiste beslissingen voor je leven te gaan nemen. En je alleen door de Heilige Geest in het verstand van de Bijbel te laten leiden. En niet van mensen. Zelfs niet van mij. Ik kan u alleen maar een tip geven en kan zeggen van dat staat geschreven. Lees het zelf, versta het zelf. Het is niet omdat ik het zeg dat het waar is. Ja? Het is niet omdat Perry het zegt dat het waar is.
En ook niet omdat Michael zegt dat het waar is. Het is omdat de Bijbel het zegt dat het waar is. Maar of dat de Bijbel ook daadwerkelijk zo waar is, dat moet iedereen voor zichzelf uitzoeken door zelf de Bijbel te lezen en zelf de Bijbel te studeren. En zelf door de Heilige Geest in alle waarheid geleid te worden. Precies zoals Jezus gezegd heeft in Johannes, was het kapitel 13 of wat? Of 18, ik weet niet waarom zegt van ik moet voortgaan, het is nodig dat ik voortga, want als ik niet voortga, kan de trooster niet komen en de trooster, als hij komt, gaat u in alle waarheid leiden. Ja. Ja, in het Engels vind ik dat zo mooi klinken, dat hij zegt, it's expedient for me to go away. Absoluut, ja, Engels is zo'n schone taal, hè? Ja. Als je dan Engels van de oude King James neemt, hè? Ja, dat is gelijk de Statenvertaling ook. Nederlands is zo'n schone taal. Als we eens een keer deze oude taal zouden spreken. Mm-hmm. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal jij hetzelfde verstoot en u zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Ja. Is dat niet een schone taal? Ja, het is mooi. Ja. Daar komen mij de tranen van in de ogen op zo'n lezen met deze studies. Dat is zo, de Bijbel is zo'n fantastisch boek. Er gaat gewoonweg niks boven. Hè? Niks. Ja. Niks gaat boven het woord van God. Prijs de Heer. Er worden er van de Bijbel 100 miljoen exemplaren jaarlijks gaan er over de toonbank. 100 miljoen. Dat is toch opbeurend, vind ik. Ja, spijtig genoeg zijn er vele vervalste Bijbels, maar betere vervalste als dat helemaal geen Bijbel. Dat heb je een punt, ja. Maar dan nog, de 100 miljoen is het... Ja, maar ik zeg het zelf, liever een vervalste Bijbel als geen Bijbel. Ja, ja. Bedoel, we moeten altijd rekening daarmee houden, zelfs die vervalste Bijbels behouden nog altijd 80% waarheid. Ja. En dat is natuurlijk de macht van God, hè. Ja. Hij zorgt ervoor dat zijn woord niet vergaat, gelijk hem beloofd heeft. Hè? Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord zal niet vergaan. Ja. Zijn woord is vastgeschreven in de Bijbel. Ja. Natuurlijk kunnen zeggen van, ja maar Jörg, zijn je dan akkoord daarmee dat die Bijbels corrupeerd zijn? Nee, akkoord ben ik dan niet mee. Maar je kunt toch beter een gecorrumpeerde Bijbel lezen en dan überhaupt op die manier eerst interesse voor het woord des Heren gaan tonen. Mm-hmm. En hoe meer dat je dat studeert, des te meer de Heilige Geest in de waarheid leidt. En die waarheid is van, ja, dan stoot je ineens al die verkeerde Bijbels af. Ja, want je merkt dat je in die Bijbel niet die antwoorden krijgt die je zoekt. Omwille van dat in die corrupte Bijbels heel veel versen weggelaten zijn. Daar zijn versen uit weggelaten. Daar zijn zelfs hele kapitelen uit weggelaten. Ja? Da moet man sich mal een keer achter de oren gaan schrijven. Mm-hmm. Zo erg is er gekomen vandaag de dag met de vervalsing van de Heilige Schrift. Maar dus, de Heilige Schrift is geschreven op een manier dat ze zichzelf uitlegt. Mm-hmm. Dus je hoeft nog de leren van een priester of een pastor, en zeker niet van een bischop, kardinaal of een paus. Mm-hmm. Je moet alleen maar de Bijbel op zichzelf lezen en de Bijbel verklaart zichzelf. Mm-hmm. Het is een zelfverklarend boek. Dat klinkt nu misschien dom, maar is zo. Maar als je dus een Bijbel hebt die gecorrumpeerd is, dan ga je met gaten in je verstand blijven zitten. Want dat zijn dingen die zich niet zelf verklaren. En het enige wat je dan kunt doen is naar een Bijbel gaan die geschreven is op basis van de originele basisteksten. Ja. Die teksten zoals God ze de mensen toen heeft ingegeven, dat zij ze hebben kunnen gaan schrijven. Dat staat ook op twee plaatsen in de Bijbel. Ik denk de ene keer is in Timotheus en die andere keer weet ik niet. Hè? Alle profetie is ingegeven door God die heilige mensen daartoe aangezet heeft om deze dingen neer te schrijven. Hè? Zo ongeveer staat het geschreven. En als we deze originele teksten hebben, dan verstaan we de Bijbel altijd op zijn perfecte manier. Mm-hmm. Maar als je dus begint met een corrupte Bijbel, dan kun je beter met een corrupte Bijbel beginnen als met niks of met Harry Potter of weet ik veel wat. Dus beter een corrupte Bijbel als geen Bijbel. En als je echt zich inbijt in de waarheid, omdat je die waarheid echt aan het zoeken bent, en als de Heilige Geest bezit van jou neemt, dan wil je de waarheid en niks dan de waarheid, dan gaat je vroeg of laat bij een ware Bijbel, ofwel de Statenvertaling in Nederlands, de Schlachterbibel 2000 in Duits, of de Koning James Bijbel in Engels komen. Zo simpel is het. Ja? Zo simpel is het. Ja. Helemaal mee eens.
Nou, Jörg, dan mag je nou aftrappen bij vers 17. Ah, dan moet ik dat eens een keer gaan openen hier bij mijn computer. Ja. Ja. Vers 17. Dus in Genesis kapitel 8, we zijn dus nog altijd op het moment dat de ark geland is op het gebergte Ararat. Ja? Mm-hmm. En we lezen hier: Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful and multiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. Right. Dan pak ik hier de Nederlandse. Kijk, jij was begonnen met 17, ja. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees aan... Wacht, dan zit ik hier wel goed. Ja, ja. Oké. En van alle vlees aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. En dan mag Michael. Alle tieren die bei dir sind, van allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Ja, nu heeft hem nog vers 19 daarbij gedaan. Dat is ook niet erg, daar kan ik dan direct mee voortgaan. Ik wilde nog eventjes nog een keer een heel klein stukje op vers 17 ingaan. We hebben het verleden keer al besproken. Daarom ga ik daar nu ook niet een grote palaver rond doen. Ik wil gewoon even zeggen, God beveelt. Ja, dat is een bevel. Wat is het bevel? Wat hem hier aan Noah en aan zijn familie geeft. En hij schrijft er, of hij zegt er hier ganz duidelijk, that they may breed abundantly in the earth and be fruitful and multiply upon the earth. Ja. En nu gaan we eens een keer dat transfereren naar de 21ste eeuw, waar wij leven. Waar dat wij allemaal gelijk later weer hier ook zien in een van de volgende kapitels, ik denk vanaf kapitel 11, spreken we over Babylon. De eerste grote stad die bevolkerd werd door de mensen. Ja. God zegt hier, spreid u uit over de hele aarde, niet verzamel u in steden. Ja? En dus als die mensen steden bouwen en met tienduizenden, honderdduizenden of zelfs miljoenen, en vandaag de dag ondertussen zelfs steden met van tientallen miljoenen gaan leven. Daar zijn steden, Perry, dat weet jij ook, daar bestaan steden op deze aarde die hebben meer inwoners als Nederland. Ja, ja, ja. Dat heeft God zo niet gewild. Dat heeft God zo niet bevolen. God heeft gezegd dat we over de hele aarde moeten uitbreiden. En men kan natuurlijk in deze nieuwe wereldorde, naar die wij naartoe gaan, die niks anders is, is de oude wereldorde hersteld. Dus met andere woorden, we gaan terug naar Babylon. Daar kan men de mensen natuurlijk ook heel rap klaarmaken. Ja, kijk, God heeft ons niet de plaats gegeven en de middelen gegeven om iedereen te voeden en iedereen te onderhouden. Iedereen woning en verzorging en werk en alles te gaan geven als je in zo'n stad van, weet ik veel, 25, 30, 40 miljoen man leeft. Nee, wel niet. Maar als je nu over het hele land zou uitbreiden, we leven momenteel met meer dan 7 miljard mensen op deze aarde. Ik denk dat we niet meer al te ver weg zijn van 8 miljard. En pas op, ik heb ze niet geteld. En tussen andere tegen zij kunnen ons vertellen wat dat ze willen. Ja? Als ze morgen gingen schrijven dat er 15 miljard mensen op deze aarde gingen leven, dan kost ze nog niet zeggen van dat is waar of dat is niet waar. Je kunt ze zelf niet tellen. Ja? Maar die mensen die we op dit moment hebben,
als je die allemaal in Australië zet, dan heeft iedereen meerdere hectare grond die hem zou kunnen bebouwen en voor zijn leven kunnen gaan gebruiken. Iedereen van de meer dan 7 miljard die wij op dit ogenblik zijn. Ja. En dan is alleen maar Australië bevolkerd en de rest van de aarde ligt er brak bij. Ja. Ja. Nou, laat jij mij nu vertellen dat wij een probleem hebben met het milieu? Nee, we hebben een probleem met de hersenen van de mensen. Ja. Daar zit ons probleem in. Ja. Totaal met je eens. Ja, dat is dat idee dat ons aangepraat wordt dat we ons niet mogen vermenigvuldigen. En dat trouwens, dat zie je dan ook aan, met name dan de mensen van de blanke soort, dat daar de vrouwen gemiddeld 1,3 kind waren, 1,4 kind. En dat houdt in dat per generatie, dat de hoeveelheid blanke mensen met iets van 30% daalt. Je hebt in een van uw beschouwingen gezegd dat we om de 25 jaar met elke generatie met 35% van onze witte bevolking zullen afnemen. Hè? Ja. Ja. Ja, dat kan niet anders. Als je van twee mensen maar 1,4 kind krijgt, dan pak je rekenmachine en dan kan je het zo zien. Ja, ja. Dan heb je er minder. Hè? En dat... Dat is angsthazerij, we worden er benauwd van. En kijk, het is helemaal niet zo erg dat er denk ik tijdelijk wat minder mensen komen. Maar de idee die erachter zit is dat het niet goed zou zijn dat er mensen komen. En waarom is het niet goed dat er mensen komen? Dat komt omdat mensen denken dat mensen dat niet verdienen. En dan zijn mensen wel slecht en dat mensen zijn in principe slecht. Maar het is niet de bedoeling dat we onszelf helemaal weg gaan cijferen. Wij moeten ons vermenigvuldigen op deze aarde. Ik ken ook mensen die zeggen van nou, het zou mooi zijn als de hele mensheid weg is. Dan is de aarde heel gelukkig met alleen de dieren. En ik denk nee, als de hele mensheid weg is, is de hele aarde mislukt. Het hele project voor niks geweest. De hele project aarde, als je het zo wil zien, draait om de mens. En niet iets anders. God zal zich daar iets bij gedacht hebben. Als hem een schepping gemaakt heeft die in zijn gelijkenis, in zijn beeldnis gemaakt was. Ja. En hij vertelt ons ook dat die Sabbat is voor die mens gemaakt en niet de mens voor de Sabbat. Hm? Ja. En ja, dat is een heel leuke woord, die angsthaserei. Dat herinnert mij aan Kindergarten. Mij herinnert het aan Greta Thunberg, die gezegd heeft, ik wil dat jullie schrik hebben. Ik wil dat jullie panikeren gelijk. Ik. Daar herinnert mij dat aan. Ja. Ja, aan deze duivelsmeisje. Ja, absoluut. Voordat man alleen maar kan bidden, hoor. Versta me niet verkeerd, hè. Dat meisje is bezeten van een verkeerde geest, hè. Ja, ja. En men kan daar alleen maar om bidden dat die daaruit komt. Want dat meisje is een schepping van God, van onze Heer. Een wonderbare mens, maar totaal misleid. Die is geïndoctrineerd bij de ouders, van haar ouders. Ja, van de ouders, ja. In haar familie zit ook ergens in de 19e eeuw een voorvader. En dat was een van de eerste die dus kwam met dat koolstofdioxide verhaal. Die had ook te maken met de voorloper van wat later het IPCC zou worden. Zijn naam is me even ontschoten, maar dat is een soort oud-achteroom van Greta Thunberg. Men kan met andere woorden stellen, Perry, dat al deze dingen op heel lange hand voorbereid zijn. En dat bepaalde mensen in een bepaalde situatie, in een op voorhand geplande situatie, zelfs geboren en daarin opgetogen worden, om later dat te zijn wat ze ons dan voorgespiegeld worden dat ze zijn. Dat is belangrijk om dat te weten. Hè? Jesuiten plannen geschiedenis in deze wereld 150 of 200 jaar op voorhand. Ja, ja. En ze kunnen dat ook, omdat ze de Bijbel kennen. Ze weten niet wanneer het eindigt, hoor. Niemand weet het, hè? Want niemand weet wanneer Jezus terugkomt. Hij zelf wist het niet. Als hij in het vlees op deze aarde was. Sorry, ik heb een hiccup hier. Maar de duivel weet dat hij maar een korte tijd heeft. Wat denk je waarom wij de laatste jaren zo gebombardeerd worden met informatie? Iedereen, denk ik, en de aanwezigen niet uitgenomen, die gaan het direct bevestigen. Met die mensen die de video kijken, kan ik ja niet communiceren. Die moeten daar eerst een commentaar over schrijven.
Weil iedereen heeft doch de afgelopen 20, 25 Jahre het Gefühl, dass de Zeit gewoon aan het lopen is. We zeggen doch van, ist ja weer al voorbij? Waar is het jaar gebleven? Kunnen jullie twee dat bevestigen? Of ja, ja. Zeven ik maar iets? Nee, nee. Dingen gaan heel snel. Dat is juist, ja. Hoe komt dat? Want de tijd is nog altijd even rap voorbij als daarvoor. Een seconde is één seconde. En een minuut zijn 60 seconden. En een uur zijn 60 minuten. En een dag is 24 uur. En een jaar is 360 dagen. Om een keer bijbels te gaan spreken. Ja. Dus daar is niks aan veranderd. Maar de hoeveelheid informatie die de mens te verwerken krijgt, heeft in zo'n mate toegenomen dat man van, hoe zegt man dat in Vlaams, van hupje naar topje springt of zoiets? Ja, ja, ja. Hapje naar tapje, of hoe zeg je dat in Vlaams meer? Van de hak op de tak. Van de hak op de tak, dank je. Ja, da, ja. Ik kom daar soms niet op, ja. Dat je van de hak op de tak springt. En je wilt van alles proeven. Ja. Gelijk een kind in de candy store. Hè? Gelijk ja. een child in the candy store. Oh, alles hier. Oh, ik moet dit van en daarvan en daarvan en daarvan en daarvan. En als je dat daadwerkelijk doet en je zet door die candy store eruit, dan moet je ook niet vragen waarom dat ondertussen al drie dagen voorbij zijn. Mm-hmm. Wij krijgen zoveel informatie gebombardeerd die we allemaal willen opnemen of denken op te moeten nemen. Mm-hmm. Vandaar ben ik ook een heel grote vijand van smartphones en dergelijke, want dat is gewoon het epitoom van deze soort indoctrinatie, mm-hmm. ja, of tijdsverspilling, met andere woorden. Wij krijgen zoveel informatie, dat wij gewoonweg niet meer merken hoe die tijd vergaat. Je bent 5 uur aan de computer bezig en het lijkt alsof de hele dag al voorbij is. Ja. Ja, ik ben het totaal met je eens. Dan pak hem nog maar even op, Jörg, bij vers 19. Ja, Michael heeft die ja al in Duits voorgelezen. Dan gaan we dat nu eens een keer in Engels gaan lezen. Mm-hmm. Er staat geschreven, every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. Later wird eventjes bei diesen zwei Versen, dass jij eventjes naar de Statenvertaling kann gaan, und Michael vers 20 dann noch kann aanhangen. Ja. Vers 19. Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde den Heere een altaar, en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Een heel belangrijk part, dat denk ik, waar men gemakkelijk overleest. Kijk, de Bijbel ist kein Buch von Verhalingen auf sich, kein Buch von Verhalingen per se. Mhm. Aber als in der Bibel bepaalde Worte oder Ausdrücke erhalt worden, dann will das sagen, dass die belangrijk sein. Dann will das sagen, dass wir das Segen nicht mogen vergeten. Mhm. Dann will das sagen, dass das Hilfsmittel sein, um uns nicht zu lassen, Betriege von dem Mensch, so als wir in verschiedenen Plaatsen in de Bijbel gewaarschuwd worden. Laat u niet misleiden. Ja, van de mensen. Er staat geschreven hier in vers 19, after their kinds. Dus ieder na zijn aard verliet de ark. Dus ze hebben niet op de ark ineens de macro-evolutie uitgevonden. En daar zijn ook beesten die niet naar hun eigen aard waren vanaf gegaan. Mm-hmm. Alles is in zijn eigen aard daarvan afgegaan. En dan komen we naar een volgend punt, even belangrijk. En Noah built an altar unto God and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. We hebben daarvoor gelezen dat hij van alles reine gedierte en van alle reine vogelen zeven en van alle andere twee genomen heeft. Ja. En nu weet je, stel dat hem van de reine ook maar twee genomen had,
dann hatten die können offeren, aber dann war es die Art ausgestorben. Ja. Und das nicht. So hilft man das wel der Heer können geben, was, de, was des Heeres ist, nämlich sein Offeringen, weil es steht in Vers 21 geschrieben, and the Lord smelled the sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore every thing living, as I have done. Ja? And the Lord smelled a sweet savor. Wat wil dat zeggen? Als de Heer een zoete geur ruikt, dan is dat aangenaam. Bitter staat voor onaangenaam, zoet staat voor aangenaam. Kinderen eten niet graag witloof, eten niet graag spruiten en eten niet graag asperges en andere bittere groenten. Alhoewel, de bitterheid is er vandaag de dag ook uitgeteeld, maar dat is weer een ander verhaal over dat we moeten gaan spreken. Ooit. Maar als iets zoet ruikt, dan ruikt het aangenaam. Over het algemeen. Ja. En hiermee drukt de Bijbel heel duidelijk uit dat dit een offer was dat de, waar de Heer bevallen aan had. Ja? Of gevallen aan had. Bevallen of gevallen, wat zeg je? Plezier. Hij had er plezier aan. Het beviel hem. Ja, het beviel het hem. Beviel hem. Ja, ja. Precies. Het beviel hem. Ja? En dat is heel belangrijk om te verstaan. Hè? En vandaar vind ik dat dus een heel belangrijke punt in vers 19 en vers 20. Vers 19, dat ze na hun aard de ark verlieten. En dan dat Noah een altaar gebouwd heeft. En dat hem van elk rein beest en van elk rein vogel een offer gemaakt heeft. Ja. Ja? En over hoe dat men een altaar bouwt voor de Heer, daar komen we dan later een keer naartoe. Daar gaan we dan later in het boek Leviticus over gaan spreken. Daar moeten we nu niet over gaan babbelen. Nee. Maar ja, dat is hier geen Jörg-show, dat is een Bijbelstudie voor alle drie. Dus ik denk dat jullie twee misschien ook iets te zeggen hebben over die juist gelezen verzen. Ja, dan had ik me even in het Nederlands vers 21 erbij pakken. Anders pak ik nog even vers 22 en dan hebben we precies dit stuk klaar. While the earth remaineth, seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Yes. Dat is nu ook weer iets waar ik tegen de antichrist kan tegen ingaan. Het staat op een andere plaats in de Bijbel, namelijk in het boek van Daniel, al geschreven. En hij, spreken over het kleine hoorn, zal denken de tijd en wetten te veranderen. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. De antichrist probeert de nacht tot de dag te maken door kunstmatig licht. Hij probeert van de zomer de winter en van de winter de zomer te maken. Als hij eens een keer om sommige gevallen op deze aarde gaat kijken met weermanipulatie. Niet vergeten dat het Amerikaanse leger al in de jaren 80 geschreven heeft. Earning the weather by 2025. Ja? Dus bij 2025 of vanaf 2025 zal, ons het, weer, zal het weer tot ons belangen. Ja? Niemand die het ons afspenstig maakt. Wij hebben alle controle erover. Seed time and harvest. Denk maar een keer aan Monsanto en GMO. Ja? And cold and heat. Denk maar een keer aan deze, deze leugen van de globale verwarming. Ja? En God zegt heel duidelijk hier, als lang als de aarde bestaat, ik wil nu niet het lezen van jou voor wegnemen in de Statenvertaling, je gaat het direct voorlezen, maar als lang als de aarde bestaat, zal de zaadtijd en de oogst, de hitte en de koude, de koude en de hitte, de zomer en de winter en, nacht en dag en nacht zo blijven. Ze zullen niet ophoren te bestaan. Maar ja, lees jij het maar en dan kunnen jullie dan nog een keer waarschijnlijk een afsluitende commentaar over geven. Ja, ik vind het prima. Dan komt hier vers 21. En de Heere rook dien lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel
van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Mooie belofte. Ja. Klinkt het op zijn Duits ook zo mooi? Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ja, prachtig. Er begon laatst iemand over die regenboog, maar dat komt denk ik het volgende hoofdstuk. Ja. Ja. Dat is de bond. Dat is de bond die Noah, die God met Noah en zijn nageslacht gaat maken, en dat komt in het volgende kapitel. En dat is dan natuurlijk zeer interessant om een keer te zien voor wat die regenboog vandaag de dag misbruikt wordt. Maar ja. Daar willen we ja nu niet over hebben. Dat is alleen maar een aankondiging voor die mensen die trouwe luisteraars zijn en die zeggen van, dat wil ik ook eens gaan horen. Want dit einde van kapitel 8 van Genesis vond ik redelijk interessant. Allee, ik hoop dat mensen dat zeggen. Ik persoonlijk vond het heel interessant. Ik heb mijn commentaar op de versen al gegeven, maar die van jullie staat nog uit. Dus als je wilt, broers, dan alsjeblieft, dan hoor ik het een keer graag. Nou, ik maak ruimte voor Michael. Ik heb er niet veel aan toe te voegen aan wat jij zei, Jurk. Dat is spijtig. De belofte heel mooi. De belofte in de Bijbel dan, hè? Dus ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dus God accepteert hier als het ware onze slechtheid. En er komt niet meer zo'n enorme straf. Ja, ik denk ook dat deze vers, wat is het, 21, is heel belangrijk. Want dan zie je dat God heeft verklaard. En dat je geen last hebt van honger of zoiets. Ja? Dat hij heeft verteld dat jij zou jou, op Nederlands... Zeg dan eens in Duits, fruchtbaar, fruchtbaar und mehret euch. Wees fruchtbaar en vermenigvuldig. Ja, precies. Fruchtbaar. Ja, dus heb je hier dat God vertelt dat nu dat jij niet honger hebt, dat die mens gaan. Ik kan dat woord in het Nederlands niet. Vermenigvuldigen, ja. Vermenigvuldigen, oké. Okay. Ja, vermenigvuldigen. En dus zie je dat dat de gewone praat van de mensen buiten, die is dat wij te veel mensen zijn op deze aarde. Ja. Bevolkingsreductie, daar praat iedereen over. Precies het tegenovergestelde van wat God zegt. Hè? Ja. God zegt van, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En de mens zegt van, nee, wij moeten de bevolking reduceren. Ja. En we moeten vooral daarvoor zorgen dat die mensen zich niet meer vermenigvuldigen. Ja. Daarvoor gaan we contraceptie gaan geven. We gaan mensen als kinderen al... eunuch maken, ja, we gaan vrouwen het geslachtsdeel kapot maken, we gaan mannen het geslachtsdeel kapot maken, we gaan met de farmacie, met pilletjes en alles daarvoor zorgen dat ze niet meer vruchtbaar zijn, en zo verder. De hele agenda van de antichrist is altijd 180 graden ten overgestelde van dat wat God zegt, en dat is een heel goede punt die Michael hier aanhaalt. Ja? Het is heel belangrijk dat we dat goed verstaan. God geeft ons hier de orde, het bevel in feite, om uit de ark te gaan, om vruchtbaar te zijn, om ons te vermenigvuldigen. En ook in de allerlaatste vers, waar hij zegt van, fortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst niet ophouden. Mm-hmm.
da ist doch die New World Order ein totaler Gegenstand davon. Und warum ist so ein fantastisches Kontinent aus Afrika nicht in staat um sich selbst zu unterhalten? Ja. Omdat de mensen daar de mogelijkheid ontnomen wordt om op tijd de juiste dingen te zaaien en de juiste dingen te oogsten. Ja? Mm-hmm. Omdat er machten op deze aarde zijn die niet willen dat de bevolking in Afrika zich op een goede manier ontwikkelt. En dezelfde machten willen niet dat de bevolking in Indië zich op een goede manier ontwikkelt. En dat ze zich in China op een goede manier ontwikkelt. Daarom hebben ze China de afgelopen jaren nu gezorgd daarvoor dat die mensen daar een westelijke levensstijl op nahouden. Mm-hmm. En ineens problemen krijgen met harten en vaten en ziekte gaan krijgen die ze nooit eerder aan kenden. Ja, ja. Ja? En de antichrist wil dat ook niet bij ons in het Westen. Daarom gaat hem ons voedsel vergiftigen. Daarom gaat hem onze aarde vergiftigen met alle mogelijke pesticiden en vooral ook met een verzuring van de gronden en dergelijke dingen meer. Mm-hmm. En daar kan Perry direct nog iets op zeggen. Daar ben ik eens een keer benieuwd naar Perry zijn commentaar. Die kent daar veel meer over als ik. Al wat hier in de Bijbel geschreven staat, wat God de mens beveelt, gaat de mens dan tegen aan omwille van dat hij rebellie heeft tegen God. Rebellie, ja? Tegen God, tegen het woord van God, tegen de Heer in de hemel. God zegt zus en de mens zegt zo. Mm-hmm. Daar komt het in feite op neer. En als man de Bijbel leest, dan weet man heel precies wat God de mens opdraagt. En als de mens naar Gods woord leeft, dan doet hem wat God hem opdraagt. Maar de mens is een rebellie tegen God en gaat juist tegenovergestelde. En wij lijden daaronder. Ja, dat klopt. Ja, en wat zou ik moeten zeggen over die verzuring van de aarde? Wat bedoel je daarmee? Wat denk je aan, Jurk? Je hebt toch schitterend uitgelegd in een van uw beschouwingen over stikstof en over het pesten van de aarde en over Nederland, hoe de gronden daar zijn, bij wijze van spreken, en die invloed van stikstofoxide of dioxide of zo. Ja. Je hebt daar prachtig over gebabbeld. Misschien willen we daar hier eens een keer een paar minuten over de mensen iets over vertellen. Want dat is toch een schitterende gelegenheid hier. Kijk, het is het leven, al het levende is gebaseerd op het atoom koolstof. Dat is het getal 666. Het atoomgetal van koolstof. En de eerstvolgende, behalve dan zuurstof en waterstof, die er echt bij hoort, dat is stikstof. Je urine, dat bevat ureum en in ureum zit stikstof. Een proteïne bevat per definitie stikstof. Dus je DNA bestaat uit LOP koolstof en waterstof, maar ook stikstof. Stikstof is een heel belangrijk onderdeel van het levende materiaal. En hier in Nederland hebben wij een hele intensieve veehouderij en een hele intensieve landbouw. En dat zorgt ervoor dat wij heel veel stikstof importeren en gebruiken om gewassen te laten groeien en veevoeder en van alles. En we hebben een enorme bak stikstof in de afvalproductie. En wat moeten we daarmee? Ja, het is een meststof. En er zijn voldoende gebieden op deze aarde die heel stikstofarm zijn, zoals de Sahara bijvoorbeeld. Want in de Sahara is geen watergebrek, nee, er is een stikstofgebrek. Nou, en wij kunnen dus onze poep, onze afvalproducten van de bio-industrie, dat kunnen wij verkopen, kunnen wij in schepen doen. Dat kan zo, je kan het niet in één keer ergens in de grond gaan stoppen. Er moeten wel verstandige mensen bij komen en die kijken wat precies de samenstelling is van al die excrementen. En dat misschien wat aanvullen met fosfor of kalium. Maar er is helemaal geen probleem met stikstof in die zin. Helemaal niet. En dan ook nog de Vogelbescherming Nederland, die hier loopt te brullen dat het de bio-industrie is die ervoor zorgt dat de koolmeesjes op de Hoge Veluwe gebroken pootjes hebben. Die mensen zijn helemaal gek geworden. Die zeggen dan dat door de ammoniak van de kippenboeren, dat dan de bodem van de Hoge Veluwe verzuurt. En dat kan helemaal niet, want ammoniak is een base. Dat is het tegenovergestelde van een zuur. En dus het enige wat zou kunnen leiden tot verzuring, dat is NO2, dat is de oxide van stikstof.
En ja, die wordt geproduceerd door de industrie en door de burgerijen, door de auto's en het verkeer. En niet door de boeren. Ja, als een boer op een tractor rijdt. Maar denk eens aan die vliegtuigen die boven Nederland zo nodig heen en weer moeten vliegen. Van hot naar her. Die produceren dat ook allemaal. En die stikstofoxide die daarmee geproduceerd wordt, die hoeveelheid, zou dat echt kunnen leiden tot een dalen van de zuurgraad? Dat betekent dat het zuurder wordt, de pH gaat dan omlaag. Ik wil die berekeningen wel eens zien. Want dat hebben ze in het verleden ook geprobeerd met SO2, die zwaveldioxide. Die zou leiden tot zwavelzuur. En zo zou stikstofdioxide leiden tot salpetersuur. Maar dat gaat dus om zulke kleine hoeveelheden. En nou weet ik dan toevallig hier in Arnhem, vlak aan het begin van de Hoge Veluwe, daar is sprake van bodemverzuring. En een goede vriend van mij, die heb ik een keer met hem een wandeling gemaakt. En hij zei, ja, hier kan je het zien. Hij zei, maar wat je hier moet doen, is je moet ingrijpen in dat bos. Als je er wat aan wil doen. Je hoeft er niet per se wat aan te doen, maar je kan het ook laten zoals het is. Maar hij zei, je moet ingrijpen, want die verzuring komt door de vegetatie die daar tekeer gaat. En als je wat ruimte maakt en je zorgt voor wat meer zonlicht, dan keer je dat om. Hij kon ook de plekken aanwijzen waar het helemaal niet verzuurde. Dus verzuring van de bodem, dat spreekt wel één, dat speelt heus wel. Maar dat zijn biologische processen. Daar moet je niet gelijk de boeren de schuld van geven. En dat gebeurt bij herhaling. En die agenda die daarachter zit, daar sluit ik aan bij Jurk daarnet, is dat de voedselproductie, die willen ze veralgemeniseren, die willen ze verglobaliseren. En al die eigenwijze boeren met hun eigen land, die zelf gaan bepalen hoe ze de bieten gaan laten groeien, dat moet stoppen. Al dat land moet vervallen aan in eerste instantie natuurbehoud. Daar zullen ze waarschijnlijk gaan spelen. Het worden dan natuurgebieden en boeren kunnen vervolgens die natuurgebieden terugpachten. Voorlopig mag het dan nog. En dan uiteindelijk wordt het zo dat het helemaal geen natuurgebied meer is, maar dat het grote gebieden worden waar enorme dingen, apparaten van Monsanto overheen gaan. En dan eten we allemaal precies dezelfde maïskorrels. Daar sturen ze op aan. En de hele diversiteit in het voedsel verbouwen, dat is straks weg. En daar maken we nu dan de eerste fasen van mee. En het is al een hele tijd bezig. By the way. Nou, dat was het eigenlijk wat ik erover weet. Ben ik iets vergeten, Jurk? Wat je. Nee, ik vond het heel schoon uitgelegd. Ik zeg, ik heb die beschouwing al beluisterd en ik heb nog enkele voor mij om te beluisteren. Maar ik vind dat je dat altijd heel goed kunt uitdrukken, maar dat hangt natuurlijk ook met je achtergrond samen. Je hebt milieuingenieur of iets in Ja, die ja, ja. richting gestudeerd, hè? Ja, Landbouwhogeschool. Landbouwschool. Ja, dat is ook een keer belangrijk om de mensen dat nog eens een keer te zeggen. Jij praat niet uit de lucht, hè? Nee. Jij hebt het gestudeerd, jij weet over wat dat je spreekt. En je hebt het niet alleen gestudeerd in school. Jij bent vooral iemand die door het lezen van de Bijbel ook nog in staat is om transferdenken te kunnen gaan gebruiken en dingen met elkaar te verbinden en dingen zo te zien als dat ze werkelijk zijn en niet altijd maar zo te zien als mensen ze ons voordoen dat wij ze moeten waarnemen gelijk dat ze zijn. Heel belangrijk punt. Nou, misschien is het tot afsluiting een keer interessant om Michael zijn gedachten in dat opzicht nog een keer te horen. En als je een probleem hebt met Nederlands, Michael, zeg het maar, dan gaan we u helpen dat eventjes te vertalen. Ja, hoor. Nee, ik heb daar geen last van. Ik heb helemaal goed geluisterd naar Perry nu met zijn uitlegging nu. Ne? Dat vond ik helemaal interessant. En ik heb ja ook die Uitzending van Perry op mijn kanal voor die Kohlenstoff 666, die heb ik ja ook gepubliceerd. Ne? Dus bin ich da overeens akkoord mit. En ik was nooit goed in Chemie of zoiets. Ne? Maar Ik ook niet. nu heb ik iemand, dus jou Perry, die mij nu, ja, die betrouwbaar is. Ne? En die dat een keer heel goed in normale mensentaal heeft kunnen uitleggen, hè? Ja. Ja, maar je leert nooit dat koolstof heel zes protonen, zes neutronen en zes elektronen heeft. Ne? Dat leer je niet zo in de gewone. Nee, is jammer is dat. Dat Ja, dat is niet jammer. Ik denk dat is helemaal de plan. is bedoeld, ja. Dat is bedoeld, ja. Ja. Je zou anders te slim kunnen worden, in Bijbels opzicht, dat willen ze niet.
Ja, het is, vergeet niet, broers, het is leren tegen het leren. Ja. Learning against learning. Medici-leermethode is wat wij opgedragen krijgen van de Jesuiten. Daar zijn ze mee begonnen in 1540, als ze ze opgericht hebben. En dat trekken ze door tot de dag van vandaag. En wat wil dat zeggen, leren tegen het leren? Dat wil zeggen, trek uw wijsheid uit de Bijbel door het woord van God? Nee, dat niet. Trek uw wijsheid uit de leer van de mens. Dat wel. Dus het leren van de wijsheid van de mens ten opzichte van de leren, het leren van de wijsheid uit de Bijbel. Totaal. Maar God zegt het hier zelf. We hebben het juist gelezen vandaag. Mm-hmm. De mens is zijn gedichtsel, het gedichtsel van het mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Ja. Dus welke wijsheid kunde jij van een boos hart gaan trekken, die positief is als de blijft? Ja. Ah, ja. Leren tegen het leren. Ratio studiorum. Ja, totaal. Ik verwijs naar onze lezing van Rulers of Evil, Heersers van het Kwaad, in ja. Vlaams. Ja. Ik zal er wat, goed dat je erover begint, ik zal er wat reclame voor gaan maken. En die playlist een beetje naar voren halen. Want ik zat er de laatste dagen ook weer aan te denken. Dat is toch wel heel fatsoenlijk wat wij toen alweer een tijdje terug, maar dat we toen begonnen zijn. Dat... En vooral hoe we dat gedaan hebben. Ja. Uit het blauwe, zonder veel hulpmiddelen, uit het Engels vertalen naar het Nederlands. Ik vond dat wel schitterend gedaan van ons. Ja. Zouden we nog eens een keer verder mee kunnen gaan? Ja, zonder meer, zonder meer. Maar dat eerst Bijbelstudie. Bijbelstudie. Dat is veel belangrijker en dat is veel leuker. En ondertussen zijn we zeker bij een klein uurtje aangekomen. En ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. En ik dank u twee broers voor daarbij te zijn. En ik vond het een schitterende afsluit van het 8e. En ik kijk enorm uit naar de lezing van het 9e kapitel in Genesis. Ik ook. Ja, bedankt. En tot volgende keer. Hartstikke super. Nou, lees uw Bijbel. Oh, sorry. En lees uw Bijbel. Ja, geweldig. Ik vond het ook super mooi dat deze kerstavond, de katholieke kerk, die zit alweer moord en brand te luiden hier om de hoek. Maar goed, wij vieren geen kerst, wij zijn elke dag blij met de komst van onze Heer. En ik hoop dat jullie er de volgende keer ook weer bij gaan zijn, want ook ik zie uit naar Genesis 9. Ook ik zie uit naar wat er daarna nog gaat komen. Het wordt bijzonder leuk, vooral als Babylon in beeld gaat komen. Want dan kunnen we heel veel connecties gaan leggen met de hedendaagse maatschappij. Die Babylonisch is van hier tot Tokio. Maar goed, dat is er in het vat. En wat in het vat zit, dat verzuurt niet. En op zijn hamburger zeg ik tegen jullie, tjus en tot de volgende keer.